Voor de rijders die graag het hele motorseizoen wel kunnen rijden en maar toch volledig beschermd op de motor willen zitten, is de Alpine Stars Team Missile Airbag Compatible de ideale jas voor jou. Ik ben Justin van Motor Cleaning Center en in deze video vertel ik jullie meer over de Alpine Stars Team Missile Drystar, beschikbaar op motorcleaningcenter.nl. Zoals ik al eerder aangaf, is de Alpine Stars Team Missile Drystar de ideale jas voor degene die het volledige motorseizoen wil kunnen rijden. Zoals we al eerder aangaven, is de Team Missile Drystar geschikt voor het hele motorseizoen. Of je nou voor, zomer of na seizoen je rijdt, je kunt er eigenlijk altijd mee rijden door het Drystar membraan wat in de jas verwerkt is. Membraan wil natuurlijk zeggen dat regenwater er niet doorheen kan, maar transpiratie de jas wel kan verlaten. En dat wordt ook gerealiseerd door de directe ventilatie die op de jas is aangebracht, waardoor je ook goed kunt verkoelen tijdens de warmere dagen. Nou, de jas is verder volledig gemaakt van textiel. Het is een 500D textiel wat natuurlijk een heel erg sluitvast materiaal is, maar ook is je verder nog voorzien van de nodige impactprotectie. Op de schouders en op de ellebogen voorzien van level 2 goedgekeurde protectoren, waardoor je daar goed beschermd bent tegen impact. En ook zie je op de schouder nog een DFS slider terug, waardoor jij wat minder weerstand hebt op het asfalt en minder kans hebt om wat te breken. Nou, gaan we door naar de achterkant van de jas, dan voel je dat er wel een foam panel in zit, maar dat is natuurlijk geen volwaardige protector. Die zou je eventueel nog kunnen vervangen door een rugprotector die CE level 2 goedgekeurd is en ook daar gewoon goed beschermd bent. Nou, hier zien we op de bovenste ruggenwervels zien we ook nog een foam panel terug, dus heb je nog wat extra impactbescherming op je bovenste ruggenwervels. Aan de achterkant zien we ook dat de jas wat langer is. Daardoor heb je minder snel kans op een ontblote onderrug, maar je kunt hem wel vastmaken aan een Alpine Stars broek, waardoor je hem dus altijd volledig dicht hebt zitten. Nou, de kraag is voorzien van een neopren randje. Hij sluit ook wat hoger aan en daardoor is hij wat beter winddicht, maar is hij toch comfortabel en zal hij niet in de weg zitten tijdens het rijden. Nou, ook zit er veel stretch in, zowel boven op de rug als onderdoor op de oksels naar de middel toe. Dat is gedaan zodat de airbag genoeg ruimte heeft om zichzelf te kunnen vullen, waardoor je altijd goed beschermd bent. Nou, ook zien we nog wat stretch terug op de ellebogen. Daardoor heb je altijd optimale bewegingsvrijheid en zul je altijd comfortabel op de motor zitten. Hij is ook nog uitgebreid met reflectiepanelen op de elleboog. Daardoor ben je dus ook gewoon goed zichtbaar op de motor. Dan gaan we terug naar de zijkant. Dan zien we hier een stelbandje. Met de stelband kun je hem dus wat getailleerder aan laten sluiten. En wanneer je dat hebt gedaan, zal de jas ook niet kunnen wapperen. Nou, daarnaast zien we op de zijkant hier ook nog het CE-logo. Wat wil zeggen dat hij volledig is goedgekeurd. En zal dat zeker weten dat je gewoon een veilig product in handen hebt. Wanneer we dan weer terugdraaien naar de voorkant, dan zien we dat de onderkant van de mouwen uitgebreid zijn met zo'n stretchstukje tussen de rits. Nou, de rits heeft ook weer een quicklock systeem, waardoor je dus makkelijk kunt kiezen of dat je de handschoenen boven of onder wil dragen. En wil je hem nou nog wat strakker aan laten sluiten, dan kan dat door middel van het klittenbandje wat ze erop hebben gemaakt. Nou, ook is de jas voorzien van grote steekzakken aan de voorkant. Daarmee kun je dus altijd voldoende spul in meenemen. Nou, hier hebben we dus ook gewoon weer een ventilatieschacht met een waterdichte rits en ook zo'n rits met een quicklock systeem. Nou, we zien dat omdat het een waterdichte rits is, kunnen we hem eigenlijk openmaken. En wanneer we deze opendraaien, dan zien we ook meteen het waterdichte membraan weer aan de binnenkant zitten. Nou, dit wil dus eigenlijk zeggen dat je echt door het membraan heen ventileert en dus altijd optimale verkoeling hebt met deze jas. Nou, aan de bovenkant bij de rits zien we dat die afgewerkt is met een stukje klittenband, waardoor de rits niet kan gaan wapperen of open kan schieten. En wanneer we de rits verder openen, dan is het eerste wat we zien, zoals we dat van Alpine Stars gewend zijn, de waterdichte pocket waarmee we altijd spullen droog mee kunnen nemen. Nou, ook zien we hier een foam panel zitten, die zou je eventueel nog kunnen vervangen door level 1 goedgekeurde borstprotectoren en ben je ook daar goed beschermd tegen impact. Nou, hier hebben we ook de meshvoering. Die moet je transpiratie makkelijk en snel kunnen verwijderen uit de jas. En hier zien we als laatste nog de ritsen waar we de Tech E-jas mee vast kunnen maken. Nou, mocht je nou nog meer willen weten over dat Tech Air systeem, dan hebben we daar op ons YouTube kanaal ook nog een aparte video over staan. Daar worden alle ins en outs verteld over het Tech Air systeem, zodat je daar ook alles over te weten kunt komen. Niels hier is 1,90 meter, weegt 83 kilo en draagt hier van de Team Missile Drystar een maatje L. Nou, zoals jullie zien sluit hij bij Niels eigenlijk overal goed aan. Hij zou er misschien nog wel een heel dun truitje onderaan kunnen, maar hou er even rekening mee. Wanneer je de Tech Air vest erin zet, dan heb je natuurlijk nog wat extra ruimte nodig. Zou je deze jas nou een keer in het echt willen komen bekijken, passen of bestellen, dan kan het natuurlijk in een van onze winkels of heel erg simpel via de webshop. Zou je verder op de hoogte willen blijven van alles wat wij op een motorkledingcentrum doen, volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond je deze video nuttig, klik dan op het duimpje omhoog en wil je weten wat voor jou de ideale maat motorjas is, blijf dan even hangen. Ik ben Justin van Motorkledingcentrum, bedankt voor het kijken.